Nou, ik ben een tijd in Engeland geweest. En dan werd ik elke ochtend met dat gevoel, daar was ik 3 maanden lang op een school. En dan werd ik elke ochtend met dat gevoel wakker. Dat sombere, nageestige gevoel van, hoe moet het weer avond worden? En dan hadden wij corvée, was op school. En daar moesten we kolen, heel primitief Engels, heel primitief, dat weet je. Daar moesten we kolen voor de centrale verwarming, die moesten we aan stukken hakken. Dus dan ging ik op een omgekeerde emmer zitten en dan zat je voor zo'n berg met van die kolen. En dan moest je gewoon 3 kwartier of zo corvéën. En dan had je zo'n grote zware hamer en dan moest je die kolen... Ik zat dan 3 kwartier, en ik stond er onbekend langzamerhand, verschrikkelijk hard te zingen. En mensen dachten, wat een ongelooflijk vrolijke jongen is dat. De werkelijkheid was dat ik innerlijk zo somber was, dat ik alleen maar door heel hard te zingen daar de moed kon vinden om de dag aan te vatten. Dus ik ken het wel. Waar komt dat nou vandaan? Nou, dan haal ik even iemand bij die vreselijk veel knap is dan ik. Waar kan zoiets vandaan komen, Wim? Zeg jij eens wat. Kom eens even hier staan. Tot ik op het laatste moment toch wel een paar dingen wist te vinden. Ik dacht, nou, er zijn ook wel momenten geweest dat ik het echt niet meer zag zitten. Dus ik heb er niet zo erg veel ervaring mee. Dat kan dus ook gebeuren. Dat je dus gewoon van nature iemand bent die niet zwaar tilt. Die heel gauw de positieve dingen kan zien. Terwijl andere mensen het eerste negatieve dingen zien. Het is wel zo, denk ik, dat je 2 dingen moet kunnen onderscheiden. Dat is dat er gewoon een menselijke kant aan zit. Bijvoorbeeld in Nederland bestaan mensen die depressief worden met de wisseling van de seizoenen. Die in de herfst, als alle blaadjes van de bomen vallen, dat heeft invloed op hun gemoed. En ik heb juist gelezen dat de Universiteit van Groningen heeft uitgeknobbeld dat het te maken heeft met het licht. Gewoon, dat zullen jullie hier dus niet hebben, omdat zomer en winter het licht hetzelfde is. Maar daarom zijn ze altijd zo vrolijk. Of altijd depressief, dat kan natuurlijk. Dus dat kan, er zijn allerlei dingen die toch invloed op ons kunnen hebben. Maar ik denk wel degelijk dat het waar is, dat is wat André ook aandroeg, dat de duivel van die dingen misbruik maakt. En dat het kan gebeuren dat je zonder enige aanwijsbare oorzaak waar jij het over had, het gevoel hebt dat er een klamme deken over je gegooid wordt. En ik heb dat dan... Ik heb daar dus niet zoveel neiging toe, maar ik heb wel toch de ervaring dat je het gevoel hebt dat dan in andere dingen een soort complot om je heen gesmeed wordt. En dat een van die dingen, je vervelend voelen, je rot voelen, daar een onderdeel van is. Ik vond het heel frappant dat Henk iets had over ruzie met zijn vrouw, dat bemoedigde hem erg. Want ik heb heel vaak dat in situaties van, nou deze reis bijvoorbeeld, hij had het bij de vorige reis, maar ik had het nou met deze reis... Dat ik het echt het gevoel had, en het gebeurt heel vaak, als er geestelijk iets belangrijks staat te gebeuren, dan gaan er dingen gebeuren die wil ik niet, maar ze gebeuren wel. Die ruzie met zich meebrengen, en narigheid, boos worden, stress die stijgt, en dat ik ook het gevoel heb van, nou, dat is nou typisch waar ik gevoelig voor ben, en waar ik gevoelig voor ben, daar haakt de duivel op in. Dus die zoekt haakjes waar... Je zoekt oogjes waar hij een haakje in kan slaan. En ik heb zulke oogjes kennelijk. Dat ik dan voor zulke soort relationele situaties precies de verkeerde dingen doe en de verkeerde dingen zeg. Waardoor er ellende komt. En ik vanaf hier nog naar huis moet bellen eigenlijk om nog weer een aantal dingen weer een beetje recht te breien. Omdat dat niet helemaal lekker is achtergebleven. Dus ik was zeer bemoedigd dat jij dergelijke ervaringen ook kent. Ja, ik denk, dan kan ik er gewoon mee door. Ja. Ja. Oh. Maar, en dan heb je het gevoel dat er een soort... Ik denk dan achteraf ook altijd, ik had het kunnen weten. Het is alsof er een soort complot gesmeed wordt in de hel. Die maakt dat soort dingen gebeuren. En dan grijpen dingen in elkaar en dan is het bijna onontkoombaar dat je erin valt. En ik merk dat bij sommige mensen... Dat met depressiviteit ook zo uit. Ik heb het dan met wat anders, maar die hebben dat met depressiviteit. Dan wordt er een complot gesmeed en dan kan het gebeuren, denk ik, dat je opstaat en dat je verslagen bent, weinig gevoel van eigenwaarde hebt. Dat is ook iets, hè. Dat is in Nederland, ik weet niet hoe het hier is, in Nederland is dat als een ziekte.
dat jonge mensen, waarvan ik altijd zeg, jongens, jullie zijn geboren in het beloofde land, vergeleken met toen ik kind was, geboren in de Tweede Wereldoorlog, in de hongerwinter, ik heb het nog meegemaakt, eten op de bon, nog niet de hele dag elektriciteit. Als je, wij en jullie denk ik ook toch wel voor het merendeel, als je dorst hebt, dan doe je de koelkast open en je schenkt wat in. Koelkast hadden we niet, je dronk maar water uit de kraan. Ik ben blij dat ik dat nog meegemaakt heb. Want dat maakt een mens wel strijdbaarder, denk ik. Wie weet hebben velen van jullie dat ook wel meegemaakt. Maar de generatie van jonge mensen nu in Nederland, je zou zeggen, die hebben alles meegekregen wat kan. En één ding ontbreekt, en dat is doel en zin en richting in het leven. En dat is voor ons, denk ik, vaak verbijsterend om mee te maken. Dat je ziet dat jonge mensen die alles hebben wat hun hart begeert. Opleiding, onderwijs. De beste Nikes die je kunt wensen. Of de best bedrukte t-shirts waarmee ze helemaal in zijn. Zien het met het leven niet zitten. En dat is een complot van de duivel. Het heeft natuurlijk ook natuurlijke oorzaken. Dat heb je het weer, hè? Het heeft menselijke oorzaken. Waarvan je ook kunt zeggen, tuurlijk, het heeft te maken met het feit dat ze nergens voor hebben hoeven vechten. Het heeft te maken met dat de wereld niet op hen zit te wachten, op mijn generatie wel. Ik heb nooit hoeven solliciteren, behalve 5 jaar geleden voor de baan die ik nu heb. Maar de wereld ging, die zat op je te wachten. Ik had al een baan voordat ik gesolliciteerd had. Want het was na de Tweede Wereldoorlog een tijd van opbouw, een positieve tijd waarvan we dachten, wat geweest is, komt nooit weer en we gaan nu een nieuwe wereld bouwen. Dat was de gevoelens waarin we in die tijd opgroeiden. Vandaag de dag is het anders. En ik denk dat is een complot in de hel, het is een menselijke oorzaak. Maar de duivel zit er ook achter. Om jonge mensen die eigenlijk zoveel potentieel hebben, zoveel talent hebben, door dat ontzettende rot gevoel van wie ben ik? Betekent ik wel wat? Ziet God het wel met mij zitten? Zit de wereld wel op mij te wachten? Die daardoor worden terneergeslagen. En ik denk dat we ons daar bewust van mogen zijn. Ook ons tegen de weer mogen stellen. En ik, Henk Zonghart onder het steenkoolbikken was ook in de slechte tijd. Hè? Ja, in Engeland was het sowieso wat slechter. Ja, dat kun je doen. Er zijn ook wel eens tijden dat ik met dat soort dingen, dat complot op tijd realiseer. En dat ik ermee af kan rekenen en zeg, stop, dat wil ik niet. En dat je tot Heere God kunt richten en zegt, oh Heer, ik wil dat verbreken ook in de naam van de Heer Jezus. Want zijn naam is een sterke toren, ik wil daarin schuilen. Want ik wil dit niet. Ik denk dat er in het christen zijn, ik heb dat straks al even gezegd, toch iets zo is. En dat wil ik best wel even goed benadrukken. Als de wereld van het licht. Christen zijn betekent, die tekst die ik al genoemd heb, overgegaan uit de macht der duisternis tot in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde, in de wereld van het licht. Of zoals een andere tekst zegt, indien wij in het licht wandelen, zoals Jezus in het licht is, dan enzovoort. En dat vind ik een grote werkelijkheid. Dat er een wereld is waarin je met de Heer Jezus wandelen mag, een onzichtbare, onzienlijke wereld, waarin je met je hart kunt zijn. En dat in die wereld de duisternis en de duivel geen enkele invloed kunnen uitoefenen. De duivel die in de duisternis leeft, kan hier wel staan bij wijze van spreken en een grote bek tegen je hebben. Maar hij kan hier nooit komen. Hij kan nooit verder dan de grens van de wereld van de duisternis komen. Dus iemand heeft wel eens gezegd, hij is als een hond aan een ketting. Hij kan nooit verder dan het eind van zijn ketting. Nou, dit mag in je leven een geweldige werkelijkheid worden als het gaat bijvoorbeeld om depressieve gevoelens. Mijn vrouw bijvoorbeeld, om iets aan te geven, maar dan wel 20 jaar geleden misschien, heeft een tijd gehad dat ze zo ineens 's nachts wakker kon worden, heel bang, heel angstig, zat ze rechtop in bed en dan beefde ze helemaal van angst. En wat wij dan leerden met elkaar was dat er voor haar een wereld van het licht was waarin ze leven kon. We hebben in Nederland bijvoorbeeld een liedje wat zegt van veilig in Jezus' armen. En dit wordt in je leven een werkelijkheid. Nou, jij mag het nog even vasthouden, Kees. Dan lees ik even bijvoorbeeld een psalm die ik altijd heel kostbaar vind. Psalm 91. Jullie hebben geen Bijbel bij je, zie ik. Nee, niet meer, of wel. Ja, sla hem even mee op, dat is lekker.
Psalm 91, die begint met het vers: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die overnacht in de schaduw van de Almachtige. Nou, dit was de schuilplaats van de Allerhoogste. God heeft voor ons een schuilplaats in de wereld van het licht. Daar leef je. En de Bijbel zegt dan: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die overnacht in de schaduw van de Almachtige. Hier woont de Almachtige. En de duivel kan daar dus nooit van zijn leven komen. En als je dat gaat realiseren, dat er voor jou een wereld van het licht is, dan kan je dat ontzettend helpen, ook tegen die gevoelens, bijvoorbeeld van depressiviteit. Dan weet je, ik mag door de Heer Jezus Christus in deze wereld leven, en daar ben ik gewoon veilig. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die overnacht in de schaduw van de Almachtige. En je merkt dat het een werkelijkheid voor je gaat worden.